We hebben het allemaal gehoord of gelezen. Israëli's schieten twee Palestijnen met messen dood. Meneer Ban Ki-moon noemt deze terreuraanslagen gericht tegen Israëlische burgers een wanhoopdaad. In plaats van wat het is, namelijk moord in koele bloeden. De EU heeft deze laffe aanslagen niet één keer veroordeeld. Men plakt liever etiketten. Daarom houden wij straks 1 minuut stilte. Stilte voor de ouders die voor de ogen van hun kinderen werden vermoord. Stilte voor de moeder die stierf toen zij haar kinderen verdedigde. Stilte voor de slachtoffers die zaten te eten in een restaurant in Tel Aviv. Stilte voor de 24-jarige vrouw die aan het winkelen was in de shopping mall. En stilte voor al die andere slachtoffers. Mensen zoals u en ik. Die bezig waren met hun dagelijkse dingen en die niet meer naar huis terugkeerden. Dan geef ik nu het woord aan Rabijn Heinz. Ik ga eerst zeggen in het Hebreeuws, daarna ga ik vertalen. Eerst moesten we een minuut stilte hebben, of niet? Een minuut stilte is achteraf. Oké. Yiskol himetovo et kol elu. שנהרגו על ידי מחבלים וטרוריסטים בעבור שאנו מתפעלים בעבורם בשכר זה תהי נשמתיהם צרורה וצרור חיים עם נשמס אברהם יצחק ויעקב ונשמס עורף רחב עליה ועם כל נשמס צדיקים וצדיקים כנראה שבגן עדן ואמן Mogen God herinneren ten goede alle Joden en alle anderen die zijn neergestoken en vermoord. Onschuldige burgers, neergestoken, vermoord door terroristen die geen barmhartigheid hebben. Mogen God herinneren hun zielen samen met de zielen van diegenen die zitten in Hebron, Avraham, Yitzhak en Jacob, Sarah, Rivka en Rachel en Lea. Die zit niet trouwens in Hebron.
En mogen Hashem yinakim damam, dat Hashem zal wraak nemen voor hun bloed en dat wij spoedig zal hebben ware vrede, spoedig in onze tijden. Men wordt nu gevraagd om 1 minuut stilte te houden. Namens mezelf, namens Brenda, Time to Stand Up for Israel. Heel erg welkom hier. Ook voor mij fijn dat u gekomen bent. Verschrikkelijk dat het nodig is om te komen. We leven in de 21ste eeuw. Ruim 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog die zo verschrikkelijk was. Met name voor onze Joodse medemensen. Zonder andere groepen tekort te doen natuurlijk. Homoseksuelen, geestelijk gehandicapten, zigeuners. De periode waar jaar na jaar de maatregelen tegen Joden erger werden. Van het verbieden om te komen in openbare gelegenheden, zoals parken en openbaar vervoer enzovoort. Tot aan het labelen van mensen. Jij hoort er niet bij. Jij bent anders. Jij bent uitschot. Jij bent het niet waard om er te mogen zijn. En waarom? Omdat je Jood bent. Was het jaloezie? Was het jaloezie vanwege de intelligentie van de Joodse medemens? Of het succes? Of waarom eigenlijk? Was het angst? Angst voor alles wat succesvol is? Of had men misschien een zondebok nodig? Hoe het ook zij, van alle groepen in de samenleving werd er één uitgekozen. En die groep werd gekenmerkt met de gele Davidster. Europa, 1940-1945. Europa op zijn smalst. Europa, vol van discriminatie en antisemitisme. Hoewel het Europa zoals het nu bestaat er nog niet was, betreft het hetzelfde gebied. Europa, shame on you. Wij leven in de 21ste eeuw, ruim 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Een maatschappij die bang is. Bang voor alles wat succesvol is. Of heeft men misschien een zondebok nodig? Of is het misschien jaloezie? De Israëlische economie is in verhouding beter dan die van Europa. De producten uit Israël zijn fantastisch. De prachtige kleuren en smaken van fruit en groenten. Israël heeft decennia na de Tweede Wereldoorlog enorm veel voor zijn kiezen gehad. Oorlogen gestart door de Arabische agressors zorgden niet voor een vernietiging van de Joodse staat, maar van een groei. Yes! Er werden gebieden veroverd op de Arabische vijanden, die gezworen hadden de Joden allemaal de zee in te drijven. Het is ze niet gelukt. Israël is een heel verschrikkelijk klein landje, te midden van miljoenen vijandige Arabieren. En Israël hield stand. Vanaf dat moment ontstonden gebieden, verdedigd tegen de Arabische agressors, te boek als betwist. Arabieren, de agressors, spraken uiteraard van bezet. Maar deze gebieden zijn niet bezet. Ze zijn slechts betwist. En Europa? Europa is in de ban van de olie. Hoe lang nog trouwens, maar... We vinden het nodig om een wijsvingertje op te steken. Jullie Joden, oh sorry, wij bedoelen natuurlijk Israël, ahem, moeten toegeven aan een agressor. En je ten koste van je eigen veiligheid terugtrekken uit gebieden die gewonnen zijn door oorlogen door anderen gestart. Doen jullie dat niet, dan gaan we de producten op deze gebieden labelen. Stickers op Joden. Oh, pardon, Joodse producten. Europa, shame on you.
We zijn hier tezamen om tegen deze beschamende, discriminatoire, antisemitische maatregelen te ageren. Yes. Nederland, waar verhoudingsgewijs ongeveer de meeste Joden zijn verraden en weggevoerd onder oogluikende toestemming van de Nederlandse overheid. Excuses zijn er nooit geweest. Nee, erger nog. Nederland wil opnieuw het braafste jongetje of meisje in de klacht zijn en is van plan om de belachelijke richtsnoeren van de EU op te volgen. Dit terwijl er in heel veel Europese landen zijn waar dit nadrukkelijk niet wordt gedaan. Yes. Nederland. Shame on you. Europa heeft deze richtsnoeren enkel en alleen uitgevaardigd voor producten van Judea, Samaria, Golan en Oost-Jeruzalem. Nergens wordt er verwezen naar een van de ongeveer 200 ander betwiste gebieden in de wereld. Waar zijn de stickers voor de westelijke Sahara? Waar zijn de stickers voor China vanwege de bezetting van Tibet? Waar is de voorlichting van het publiek? Het gewone, onwetende publiek zal geen verschil zien tussen de betwiste gebieden en Israël, waardoor geheel Israël getroffen wordt door deze maatregelen. Europa, shame on you. Yeah. Wat moeten wij doen? Hier zijn is de eerste aanzet. Dank jullie daarvoor. Maar Brenda en ik roepen jullie op om meer te doen. Koop Israëlische producten. Laat de avocado's uit Algerije liggen en koop enkel Israëlische avocado's. Heel simpel. Geef complimenten aan het management van winkels als je ziet dat er Israëlische producten zijn. Geef goede recensies. En bovenal, blijf de politiek spammen met brieven, e-mails, telefoontjes. We zullen zo nu en dan in Time to Stand Up voor Israël oproepen om bepaalde politicus aan te schrijven. Als we dit massaal doen, dan moet er wel iets doordringen van waar zijn jullie mee bezig? Israël verdient een eerlijke plaats in de handelsmarkt. Israël is the only shining star in a sea of darkness. Boycott en label geen Israëlische producten. Boycott en label intifada-terrorisme. It's time to stand up for Israel now. Goedemiddag allemaal. Goed jullie weer te zien hier in Den Haag. Ik neem aan dat jullie bij eerdere demonstraties ook zijn geweest om jullie verbondenheid met het volk van God en met Israël hier ook te uiten. Dank ook voor de twee dames die de organisatie hebben op zich genomen. Heel goed om op dit onderwerp ook daar richting het torentje het geluid te laten horen. Want volgens mij was deze toespraak luid en duidelijk ook daar te horen als hij even zijn raampje had opengedaan. Maar mooi dat jullie dit ook doen richting de Europese Commissie. Maar richt je vooral richting het kabinet, richting minister Koenders. En we hebben er in de Kamer regelmatig debatten over. Vorige week heb ik weer de commissie opgeroepen om over Israël te spreken. Ik vind het bizar, als Kamerlid voor de ChristenUnie, dat wij over dreigingen van terrorisme bijna dagelijks in deze Tweede Kamer spreken, terwijl de dreiging van terrorisme zo tastbaar is in Israël en daar wordt niet over gesproken. Dus onacceptabel. Daarom heb ik weer gevraagd om zo snel als mogelijk, en dat gaat snel gebeuren, een debat te voeren over Israël. En dan zal het labelen van Israëlische producten onderwerp nummer 1 zijn. Want het kan niet zo zijn. Het kan niet zo zijn dat er dagelijks Israëlische onschuldige burgers worden neergestoken en dat er hier alleen maar gesproken wordt over het labelen van producten. Hoezo een boycott van het vredesproces? Wie is er nu een bedreiging voor wie? Dagelijks hebben de Israëliërs en ook mijn familie, een deel van mijn familie woont daar een half jaar per jaar in Israël te maken met de dreiging. En die was eerst alleen bij de Gaza, maar nu is hij ook in Jeruzalem, in Tel Aviv. En ze hebben hard ons gebed nodig voor bescherming. En we kennen de verhalen dat mensen inderdaad beschermd zijn. En daar mogen we ook elke dag weer voor bidden.
wij hier in Den Haag als ChristenUnie, en dat doen we samen met de broeders van de SGP, zullen Israël op de agenda houden. En wij blijven ons verzetten, we hebben daar moties toe ingediend om die labeling er weer af te halen. Want het is schandalig dat Nederland, de minister van Buitenlandse Zaken, de trekker is van dit onderwerp. Er is een brief gestuurd en hij heeft gevraagd om zo snel mogelijk die labeling door te voeren. En waarom? Voor de consumenteninformatie, wordt er dan gezegd. Zit u op die informatie te wachten? Nee. Ik denk dat niemand op die informatie zit te wachten. En toch is het een belangrijk issue hier van de Partij van de Arbeid. En ik vind dat totaal onterecht. Laten ze zich zorgen maken over hoe Israël dag in dag uit bedreigd wordt. En niet alleen vanwege die terrorisme, maar ook vanwege ISIS in Syrië, vanwege Hezbollah in Libanon en alle andere groeperingen daaromheen, de Hamas. En daarom gaan we snel spreken over die labeling. We hebben daar een motie voor ingediend in de Kamer. Daar is een meerderheid voor om niet te discrimineren richting Israël. Die motie heeft opgeroepen richting de minister van Buitenlandse Zaken. Pas die labeling toe, en van ons nooit, maar pas die labeling toe als het ook gebeurt in de Westelijke Sahara, in Tibet, voor de Krim en voor de andere gebieden die betwist zijn. Zo niet, dan laat u uw ware gezicht zien, namelijk dan discrimineert u volgens een rechtelijk Israël, een bondgenoot van ons, een enige betrouwbare bondgenoot van ons in het Midden-Oosten. En ik zeg de organisatoren na, shame on you. Dank dat u er weer was. Hartverwarmd dat u er bent. Ook voor ons om te weten als politici dat er mensen gezamenlijk optrekken in de strijd, in de steun voor Israël. Terwijl we spreken komt het zonnetje er weer doorheen. We worden verwarmd van boven. En we mogen het ook van hem verwachten. En wij doen ondertussen ons uiterste best hier in de Tweede Kamer. Dank u wel. Ik wil een kleine kanttekening zetten van wat hij gezegd heeft. Als men vraagt zijn collega's of men gaat kijken in de kranten, er zijn luider terroristen in Europa en in de Verenigde Staten en andere plaatsen. In Israël zijn er slechts militanten en activisten. Dus als men even dat in gedachten kan houden, dan denk ik dat men weet de strekking van ook onder andere waarom wij hier spreken over labeling. Want het is uiteindelijk, het is een anti-Israël, antisemitische zaak wat we hier te maken hebben. En ja, er zijn geen terroristen uiteraard in Israël. Activisten zijn ze, militanten. Ik vroeg me eigenlijk af waarom ik moest spreken bij een politieke samenkomst. Ik mijde officieel politiek. En bovendien
Ik heb de politiek verlaten zo'n 39 jaar geleden, toen ik als 19-jarige nog in de Texas House of Vertegenwoordigers een researchassistent was. Ik ben tenslotte rabbijn, dus ik ga eerst uit de Torah citeren. Torah begint met Bereshit bara Elohim. In het begin heeft God geschapen. En Rashi, de grote uitlegger van de Torah, de eenvoudige betekenis van de Torah, Rashi vertelt ons daar ter plekke. En die zegt, ja, de Torah is eigenlijk geen geschiedenisboek. De Torah is een, Torah komt van een woord, betekent hora'a. Hora'a betekent les. De Torah is een les, is een levenswijze. Hij zei eigenlijk, wat begint de Torah met de schepping en vertelt er over ons, over Adam en over Abraham, Isaac en Jacob, over Noach, ja niet in volgorde, maar goed. En dan de Joden zijn in Egypte gegaan, in Oud-Egypte gegaan, et cetera, et cetera. Zegt Rashi, de Torah had moeten beginnen met het stukje wat er staat. Deze maand moet zijn jullie de eerste van alle maanden. Dat is de eerste stukje Joodse wet in de Torah. Die heeft mee te maken met de maand Nisan, de maand van de bevrijding. En toen de Joden bevrijden werden uit Egypte, toen heeft God gezegd, dit is de eerste maand. En toen was de maand van de bevrijding was de eerste maand. En toen moest de Torah beginnen eigenlijk omdat de Torah is eigenlijk de bedoeling om onze les te leren leven. En Rashi zegt daar ter plekke ook. Hij zegt, waarom begint de Torah met het verhaal van de schepping en alles die daarna komt? Hij zegt, God heeft de wereld geschapen. God heeft Israël geschapen. God heeft Israël gegeven naar wie hij wilde. En toen hij wou het geven aan de Joden, heeft hij het 3300 en zoveel jaar teruggegeven aan de Joden. En wegens de goddelijke gebod, wegens dat het land is helemaal van God, kan God kiezen aan wie hij het land geeft. Dat heeft hij gekozen voor het Joodse volk. Mijn leraar de Lubavitcher Rebbe zegt over deze stukje. Hij zegt, als we ons dagelijkse dingen doen, dan zijn we eigenlijk in het gebied van de zeven volkeren. Wij begeven ons in het gebied van de volkeren der wereld. En hij zegt, we kunnen stelen een klein stukje van wat wij geven in het gebied van de volkeren de wereld, kunnen we ook stelen voor, ook voor iets Joods. We moeten niet zeggen, dit is de gebied van de volkeren de wereld, dit is God kiest zijn gebied. En ook onze dagelijkse dingen kunnen we even voor een klein stukje gebed geven en mogen we bieden dat God geeft ons ware vrede. Nu dat we de rabbinaal stukje hebben gegeven, ga ik over een stukje politiek. En uiteraard de hele reden voor labeling, en ik heb ook Ariele, dat is eigenlijk ook label. Maar de hele reden voor labeling is omdat er zijn mensen die willen Israël boycotten. Nou, ik heb gezien verschillende stukjes van verschillende radicale islamieten en wat ze zeggen over Israël en waarom je moet Israël boycotten. Eén ding die ik heb toevallig gezien, een Britse moslima die zei, ja, je moet die dadels van Israël niet kopen aan het einde van Ramadan. Waarom? Omdat Israël gebruikt kinderarbeid. Nou, ik vroeg me af waar die feiten vandaan kwamen. Ik zou willen documentatie zien over de kinderarbeid, maar heb ik niet gezien. Maar ik vroeg me af wat eigenlijk die mensen in de westelijke Jordaanoever en Gaza doen met hun kinderen. Die gebruiken als schilden, die leren om terroristen te zijn. En ze maken zorgen over kinderarbeid. Verder zeggen ze dat Israël een soort apartheid heeft. Nou, ik ben op zich met ze eens. Waarom ben ik met ze eens? Want
35% van alle artsen in Israël zijn van Arabische afkomst. Nou, hoeveel Joden zijn er in de westelijke Jordaan-oever in Gaza en Arabische ziekenhuizen werkzaam als arts? Dat is apartheid, dames en heren. Ja, amen. Verder wil ik hebben over bezette gebieden. Nou, ik heb gezegd dat God heeft de wereld geschapen, heeft het gegeven aan wie hij wil geven, heeft Israël gegeven aan de zeven volkeren, de zeven Canaanitische volkeren, toen heeft hij het gegeven aan de Joden. Ja, maar, dus men kan zeggen, Jehuda en Shomron zijn geen bezette gebieden. En als ik politiek correct wil zijn, wat eigenlijk hoef ik ook niet, ik zeg gewoon is van ons, maar dan kunnen we zeggen het zijn betwiste gebieden. Maar ik kan zeggen over één deel van de westelijke Jordaan-oever, ik weet zeker dat het bezet gebied is. En ik zal je zeggen waarom. Ik heb in Kingston, Pennsylvania, heb ik een dochter, een schoondochter en een zoon. En die willen naar Israël toe. En die denken misschien, we gaan naar Beth Shemesh, want daar woont de familie van mijn schoondochter. En ja, mijn schoondochter, haar overgrootvader, die was de gazan en de penningmeester van de Joodse gemeente in Hebron voor 1929. In 1929 zijn de Joden, diegenen die niet vermoord werden door de leraar van Arafat, door inspiratie van leraar van Arafat, de mufti van Jeruzalem, zijn uit Hebron verdreven. En diegenen die nog leefden, onder hun, de overgrootvader van mijn schoonmoeder, van mijn schoondochter, die zijn dus uit Hebron verdreven. En uiteindelijk is zij en haar vader zijn in de Verenigde Staten geboren. Maar die zijn van de ballingschap van de Joodse ballingen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, ik zal zeggen, waarom moet ze in Beit Shemesh wonen? Laat ze in de huis van haar overgrootvader wonen in Hebron. Want Hebron is bezette gebied. Hebron heeft Abraham, onze voorouder, heeft gekocht als begraafplaats voor hem en zijn familie. Niet voor Abraham en Hagar, maar van Abraham en Sarah, Yitzhak en Jacob en Rivka en Rachel. Hebron is gekocht, is onze gebied en het is bezet. Verder zegt men dat men moet geen goederen kopen uit de westelijke Jordaan-oever, omdat dat steunt de zogenaamde Israëlische bezetting. Zoals ik zeg, de bezetting is omgekeerd, maar ik wil even een voorbeeld geven. Een van de voorbeelden, er is een fabriek die heet SodaStream. SodaStream die maakt soda, die kan je eigen limonade maken. Ja, en SodaStream is wat ze noemen in het Engels een equal opportunity employer. Dat betekent dus dat Arabische burgers die wonen in de zogenaamde bezette gebieden, die zijn wel bezet, maar andersom, die werken voor SodaStream en krijgen een eerlijke beloning. Vele keren meer wat ze zouden normaal gesproken krijgen als ze hadden gewerkt in de winkel in Gaza City of zo. Is dit wat de Europese Unie wil? Willen ze mensen die wonen in de westelijke Jordaan-oever en Gaza benadelen? Of willen ze een voordeel geven dat ze kunnen een eerlijke loon verdienen en ze kunnen werken in een goede plaats met een goede werkzetting? Ik denk dat verkeerd is. Oh.
graag een heel, heel warm applaus voor deze twee fantastische dames die niets achterlaten om dit te organiseren. Dit is hartverwarmend. Het is koud buiten, maar wat zij doen is hartverwarmend. Wij zeggen niet Hebreeuws. Ze zijn, nee, voor degene dat niet weten, ze zijn niet eens Joods. En wij zeggen Chassidei Umot HaOlam Islahem Chelek BaOlam Haba. Rechtvaardige niet-Joden, die hebben een plaats in paradijs. Jullie hebben een heel goede plaats in paradijs. Sabine, Reda, jullie krijgen een plaats in paradijs. Dat is zo. Ja, je moet maar durven. Je moet maar durven. Je moet maar lef hebben om dit te organiseren in een tijd, in een plaats, Den Haagistan, waar de burgemeester Jozef van Artsen is burgemeester hier. En als hij hier zou zien dat een heleboel moslims of Palestijnen zouden komen met spandoeken van dood aan de Joden, zo'n smile van niks aan de hand. Niks aan de hand. Dus niets overdreven. En je ziet het weer, net als destijds op de Dam. Wij roepen geen nare dingen. Wij roepen geen hartelijke dingen. Wij hebben geen spandoeken voor dood aan die of aan de ander. Al verdienen een heleboel mensen erger dan de dood. Oké, dat doen wij niet. Wij zijn niet daarvoor. Waarvoor wij hier staan, dames en heren, de labeling, dat is absurditeit ten top. En dat wilde ik jullie, ja, ik ga niet alles erover vertellen. U kunt gewoon lezen vandaag op TPO, de Post Online. Daar heb ik een heel lang stuk over geschreven. Maar het is zo absurd wat hier gebeurt. En één klein landje, zo groot ongeveer als provincie Utrecht, niet meer. En kijk wat er allemaal gebeurt. Hele grote werelden zoals China en Indonesië en Irak en Marokko. Hele grote landen die hun volkeren verschrikkelijk onderdrukken, martelen. En wat die allemaal niet doen, niemand doet wat. En bij ons, omdat wij gewoon het recht zijn gaan zoeken die ons toekomt, want daar berust allemaal, dat hele verhaal berust op een hele groot misvatting, op een heel groot misverstand. Ik kan nu een klein beetje recht daarover te spreken, omdat ik zelf gevochten heb in de Zesdaagse Oorlog. Ik heb me geholpen de gebieden te bevrijden. Dat zegt niemand, niemand praat erover. Niemand zegt dat het van ons was. Voor koning David, 3000 jaar geleden, dat was gewoon ons huis. Wat is aan de hand? Nou, we hebben het verloren door allerlei toestanden, eenmaal gekke gebeurtenissen in de wereld. Uiteindelijk kwamen wij in 1967 en zeiden we van, wij willen geen oorlog. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Abba Even, is de hele wereld gaan afreizen en gevraagd van, praat met de Arabieren, wij willen geen oorlog. Wij willen het gewoon niet. Nee, gij zult oorlog voeren. Oké, dan gaan we oorlog voeren. Maar niet langer dan 6 dagen, want wij hebben Shabbat ook nog. Wat het gekke is, maar je gaat oorlog voeren. Ik wil het niet, maar je gaat oorlog voeren. Bij oorlog kun je of winnen of verliezen. Je verliest en dan zeg je van, geef maar terug. Ja, het was geen spelletje, hallo. Het was een oorlog. Je hebt verloren, donder op. Niks aan de hand. Wij vinden het niet eens. Dat is zo'n grote misvatting. En daarom is het zo belangrijk. Telkens malen herhalen, daarom schrijf ik eindeloos daarover. Daarom heb ik net een politieke partij opgericht met de naam LEF. LEF in het Hebreeuws, hart. Maar het staat ook voor liberté, égalité, fraternité. Ik ben de partijleider, ik ben de lijsttrekker om zulke geluiden, maar nu vanuit de politiek te blijven herhalen, eindeloos. Want het is al, ja, het is Joods. Wij moeten het hebben gewoon van kennis, van weten. Dat is het geheim. Kennis blijven herhalen, ook al die mensen die vingers in de oren stoppen, ze willen niet horen. We gaan net zo lang schreeuwen dat ze het horen. Wij hebben niets veroverd wat niet van ons is. Dat deden wij omdat
jullie graag oorlog wilden. Nou, oké, dan gaan we dat doen. Wij willen het niet, want wij zijn gewoon absoluut niet zo'n volk die op oorlog uit is. Of zoals sommigen denken, imperialisten zijn we helemaal niet. Want als we dat waren, ik weet wat wij kunnen in Israël. Nogmaals, ik heb gevochten, ik heb gediend in het leger daar. Ik weet wat wij kunnen. Als wij imperialisten waren, dan hadden wij de hele Arabische wereld in misschien 5 dagen veroverd. Niet 7, want dan een beetje te ver, dan moeten we terug voor de Shabbat op tijd. In 5 dagen hadden we alles. Dat doen wij niet. Wat wij doen is, als iemand ons kinderen bedreigt, dan gaan we ons verdedigen. Er is een memorabele gezegde van toenmalige minister-president Golda Meir. Die zei tegen Nasser het volgende, om aan te geven wat het verschil is in mentaliteit. Golda Meir die zei tegen Nasser van, dat jullie, dat jij ons kinderen doodt, oké, dat is oorlog. Het zij zo, dat jij ons dwingt om jouw kinderen te doden, dat vinden we erg. Kijk, dat is Joodse mentaliteit. Dat is heel wat anders dan je kinderen gewoon ergens op schoot hebben, zodat de ander niet kan schieten. Mensen, als wij niet dit allemaal blijven uitdragen, dan blijven we veroordeeld worden op iets wat niet klopt. Mijn verzoek aan u, blijf het alsjeblieft herhalen. Het gaat jullie goed. Am Israel Chai. Dank jullie wel. Dank je wel, David. Jij hebt zoals gewoonlijk altijd weer gelijk. Dank je wel, Rabijn. Ik zal nooit meer spreken over betwiste gebieden. Het zijn bezette gebieden. Ja. Bezet alleen door wie? Dat is de vraag. Helaas bereikt ons net het bericht dat er weer een bomaanslag is in de oude stad van Jeruzalem. Het Arabische deel. Er zijn doden. We weten nog niet hoeveel. Maar we gaan even nog wat muziek spelen en dan het Shema Israel. 3 Palestijnen die vuur openden op politievrouwen. Alle drie gedood. Vrouwen zijn gewond, maar niet levensgevaarlijk. Explosieven zijn gelukkig niet afgegaan, dus dat betreft is het weer beschermd. Dus de Palestijnen dood, politievrouwen gewond, maar niet levensgevaarlijk. Gaan we toch nog eventjes afsluiten de muziek en dan sluiten we zo af. Hilo'a, avali kima.